Dit is een foto van Geertje. Geertje kun je eigenlijk zien als de eerste transgender van Sittard en misschien zelfs wel van Limburg. Geertje die merkte al heel vroeg in de jeugd dat ze eigenlijk liever in een vrouwenlichaam zou zitten. En ze ging zich daarna kleden. Hotpants, laarzen, geblondeerde haren, make-up. Ik vraag me hier op de Maak in Sittard af of er nog mensen zijn die Geertje vroeger gekend hebben. Geertje. We hebben Geertje. Ja, ik leefde eerst zomaar veel van Sittard. Dat is Geertje. En we hebben Geertje. Ja, wie noemt ze dat tegenwoordig? Transgender? Ah ja, nou zijn je, dat is Geertje. We hebben Geertje. Een mens uit Sittard, wat overal bekend stond en altijd hier op stap ging, was zoveel met geslachten, tegen hier dansen. En ja, we waren een beetje apart eigenlijk. Geertje Soons uit Sittard ging zich vanaf zijn 18e levensjaar als vrouw kleden en werd daardoor in de jaren 60 een opvallende verschijning in zijn stad. Hij werd vooruit oog in zij en Geertje werd steeds bekender, vooral door haar flamboyante kleding en haar aanwezigheid in het uitgaansleven. In 2016 krijgt ze een herseninfarct en ze komt na een lange revalidatie terecht in een verzorgingstehuis. Gedeeltelijk verlamd, moeilijk sprekend en zittend in een rolstoel blijft ze goed gehumeurd, ook als het infarct ter sprake komt. Hallo. Ja, het heeft een heel lang proces ook gedaan in het ziekenhuis. Heb je het ook gedaan? En het heeft van daaruit gerevalideerd in het ziekenhuis. Kijk, ik zie hier. En van daaruit dus is het hier gekomen, want dat mocht niet meer noes. Ja, dat, ondeugend, hè. Ondeugend is het. Ja, ondeugend is het wel. Jeffrey Verspaget bekommert zich met zijn man Paul om Geertje. De eens zo bekende Sittardenaar krijgt weinig bezoek. Ik kom vaak hier met mijn man, ja. Die is ook mentor. En ik zelf ben een tijd niet hier mogen komen vanwege corona. De corona is een rot tijd geweest, maar ook snuggens her. Dus ik tegen Paul, dan ga ik toen naar de Geertje, want ik ben ook gevoelig dan. Hè. En nu is het de eerste keer na een lange tijd dat ik hier bij Geertje zit. Oh, hé. Hey. Is dat in Thailand? Oh, ho, ho, ho. Wauw. Schoon. Dit is in Thailand. Foto's bekijken uit haar gloriejaren en zodoende herinneringen ophalen. Ja, dat is wat Geertje graag doet. De reacties spreken boekdelen. Oh. Het nachtleven heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in haar leven. Achter de tap, op de dansvloer of zelfs als zangeres. Geertje stond graag in de spotlights. Dat weten de oudere inwoners van Sittard zich ook nog te herinneren. Dat ik kom wel eens in een café. En die waren altijd heel vriendelijk. En toen waren we weer sneuzelen van 15 en 16. En hij was het ouder bij ons. En hij werkte achter de bar. Stond Geertje, was het toilettesje uitgehaald. Dan liep u zo, hou dan afspraak. Mama, dat is Geertje. Ja, dat is dus leuk, van 8 en 10. Maar ik koos goed met de jongen voorweg. Hij heeft zijn eigen leven geleid zoals hij dacht dat hij het moest leven, denk ik. Het was wel dapper in de jaren 70, toch? Ja, heel, heel dapper. Ja, zeker. Zeker weten. Ik vond het wel heel gedurfd. De meest bekende vrouw uit het nachtleven van Sittard. Ja. Ja, dat doet ze ook wel. Hè? Welke kroegen is ze overal geweest? Oh god, oh god. Welke kroegen is het niet geweest? Dat is beter te vragen. En zelfs de lui en Sittard op dat terrasje, dat ligt nog allemaal. Ja, ja. Inderdaad. En altijd. En altijd zwaar, ja. Wam. Maar ja. Sexy. Wat een mooie vrouw. Ja. Ja. Trots op wat ze bereikt hebt, is ze trots? Juist. Juist. Ja. Wat vindt ze nu het allerleukste wat ze gedaan hebt in die leven? Oh. Dat is wel. Te veel om op te noemen dus. Geertje heeft geleefd zoals zij dat wilde en heeft op die manier een grote bijdrage geleverd aan de acceptatie van transgenders in Limburg. Ze kijkt tevreden terug op haar leven en heeft zich met een positieve instelling goed aangepast aan haar nieuwe leven in de Limburg. Ja, nu, ja. Je bevult het wel, hè, Geertje? Ja. Je is goed verzorgd. Ja, ook. Je hoeft niet maar zelf te koken. Wat? Hè? Je hoeft niet maar zelf te koken. Nee. Oh, lekker. Ik heb nog nooit gekookt. Nee, dat doe ik. Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi.
je nog iets, dat is je naam. Oh.